Goedenavond, dit is het COVID-19-journaal. Volksgezondheid en regionale ontwikkeling en sport werken samen om de netwerken van elkaar te versterken om informatieuitwisseling op het stuk van COVID-19 beter op gang te brengen binnen resorten en woongemeenschappen dwars door Suriname. Dr. Hedwig Goede, public health specialist, vertelt waarom de ministeries samenwerken om organisaties en sleutelpersonen binnen onze dorpsgemeenschappen te trainen in de verhoging van de bewustwording over COVID-19. Dit gebeurt voortdurend in dorpen verspreid over het hele land. Ook zij prijst de betrokkenheid die met name de inheemse belangenorganisaties tonen op het stuk van preventie, herkenning en acute actie die volgt bij COVID-19 suspecte gevallen binnen deze veelal kleine woon- en leefgemeenschappen. De minister van Volksgezondheid en de minister van Regionale Ontwikkeling die zijn overeengekomen dat we samenwerken en dat we gaan proberen om juist de mensen die in dorpen, woonwijken, in hun organisaties zijn, om met die te werken om te kijken of die capaciteit vergroot kan worden. Want er is heel veel geweest en u heeft dus gezegd we weten veel en we doen weinig. En daar willen we juist over praten in deze training. Omdat informatie hebben is één en er is veel geweest via de media. Het COVID-journaal heeft ook veel gegeven. Het is belangrijk zodat iedereen de zaken weet. Maar hoe nou veranderingen te brengen is een tweede vraag. En daar hangen zoveel dingen van af. Dus we willen vandaag eigenlijk een aantal dingen doen. We willen graag wel kijken van wat u als participant van de verschillende dorpen, wat weet u al, want we willen ook niet komen met weer hetzelfde liedje zingen en alles herhalen wat u al weet. Dus we willen eigenlijk daarmee beginnen straks, van dat we even kijken wat is al bekend, maar waar heeft u gevoel dat er ontbreekt nog informatie of het is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat dat ook misschien het antwoord is voor in de dorpen, dat we ook kijken naar ander soort dingen, niet alleen naar de informatie, maar ook wat weerhoudt mensen om toch, vindt men het te moeilijk, denkt men oké, is voor anderen. We moeten dat ook begrijpen en daarop ingaan. Dus we gaan vandaag gewoon samenwerken, denk ik. En samen kijken van wat is er nog nodig voor de informatie en wat zijn de andere zaken. Ik ben vergeten wie het heeft gezegd, maar heeft aangehaald. We moeten ook kijken naar sociale normen. Sommige mensen hebben gezegd controle. Maar moeten we nou ook veranderen? Vroeger als je ergens binnenkomt, je kent niemand, zeg je goedemorgen. Is het beleefd, is een norm. Is het nou normaal dat we kunnen gaan en we zeggen, oh meneer, u bent vergeten uw masker op te zetten. Of dit of dat. Mogen we dat doen? Of vinden we nee, is onbeleefd, we houden ons mond. Dat zijn de dingen waar we over moeten gaan. Mensen motiveren dat men gelooft dat het toch kan. Persoonlijk ben ik erg optimistisch. En ik ben optimistisch vooral ook omdat we hebben hele verwarrende periode gehad. Er is ook veel misinformatie. We willen daar ook op ingaan vandaag. Maar we gaan natuurlijk toch ook een nieuwe fase in. We gaan ook moeten praten een beetje over wat gaat vaccinatie, wat kan het voor ons betekenen? En hoe gaan we daarop voorbereiden samen? Het gaat een verandering brengen, maar het betekent niet dat we alle andere dingen kunnen vergeten. We willen geen sterfgevallen meer. We hebben allerlei vraagstukken als hoe houden we in ieder geval zeker de kwetsbare mensen helemaal veilig. Toch? Dat soort dingen. Dus we gaan vandaag gewoon op die manier praten. Ik wil ook bedanken dat er een grote ploeg is van, om dit vast te leggen. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk ook dat het goed is dat men inderdaad ziet, want we hebben directe actie gezien, juist in de inheemse dorpen van de leiders, aan het begin van de epidemie. En dat is echt, vind ik, een applaus waard. Bewustwording over wat er gaande is met betrekking tot COVID-19 en andere bedreigingen zien belangenorganisaties als het netwerk van inheemse dorpen in Para als meer dan een prioriteit.
Het is niet alleen COVID, want we hebben nu ook een grote uitbraak van malaria in Tipu, dat ons ook zorgen baart. Maar we zijn natuurlijk ook blij dat medische zending erop zit. En probeert op die manier, weet je, ook onze mensen op te vangen. Dat, en vooral het bewustzijn, want ik heb ook begrepen, gisteren spraken we nog met José, en dat de mensen hun klamboe niet gebruiken. Weet je, dus het bewustzijn is ook heel belangrijk. En dat is ook bij COVID, dat onze mensen bewust moeten zijn wat het gevaar is en hoe ze ermee moeten omgaan. Dus laat dit een begin zijn van een goede voorlichting en een goed bewustzijn binnen onze gemeenschappen, of binnen onze gemeenschappen, dat ze ermee kunnen omgaan en dat zeg maar de schade beperkt blijft. En dat we niet steeds moeten horen dat mensen overlijden. Want relatief gezien is er een groot percentage inheemse overleden aan COVID. Als je kijkt naar het percentage binnen Suriname. Dus we moeten echt alert zijn en niet moe worden van de ziekte. En gaan voor een betere gezondheid binnen onze gemeenschappen. Hoe besmetting met het coronavirus te voorkomen en hoe te reageren op de eerste symptomen? Daar is dit speciale trainingsproject voor bedoeld. Ik ben blij met het initiatief. Het brengt ons een stapje verder, zodat we kunnen leren hoe wij moeten leven en richting die normalisatie gaan. We moeten niet bang zijn voor COVID. We moeten alleen maar leren hoe we ermee omgaan. Dus het gedrag van ons. En ik denk dat deze training die we zullen krijgen, ons handvatten zullen bieden, zodat wij samen met de regering het streven om COVID in beheersbare vorm te hebben, dat gehaald wordt. Want COVID is geen probleem. COVID, het probleem is dat die plotseling een outburst hebt. En dat de faciliteiten daar niet zijn. Geen doktoren, geen verpleegster, geen dinges. Maar als het beheersbaar is zoals het nu is, laten we hem zo houden. Daarom ben ik blij dat juist op dit moment deze training gehouden wordt. Zodat wij kunnen kijken hoe houden we hem vast en hoe gaan we verder naar normalisatie. Heel belangrijk is ook om in de afgelegen woongebieden alert en scherp te blijven op de gevaren van COVID-19. In steeds meer landen blijken diverse vaccins de toets te hebben doorstaan en dus veilig te zijn voor toediening aan de bevolking. Door deelname aan het zogenoemde COVAX Facility van het WHO en de PAHO heeft Suriname zich verzekerd van tijdige beschikbaarheid van een veilig en goed werkend vaccin. De dag dat de eerste leverantie van deze vaccin ook onze land zullen bereiken, komt steeds dichterbij. Aan het COVID-19-journaal heeft gezondheidsminister Umar Ramadine de laatste stand van zaken. Zoals u weet zijn de afgelopen week bekend geworden dat het vaccin, COVID-vaccin, die zo lang verwacht is en in beoordeling geweest bij de verschillende gezondheidsinstituten over de wereld. Zo heeft bijvoorbeeld Groot-Brittannië het Pfizer-vaccin reeds goedgekeurd en wordt reeds ingezet voor Groot-Brittannië. Er zijn op dit moment drie vaccins die enorm veel potentie hebben om goedgekeurd te worden en toegepast te worden bij de mensen. Dat zijn de vaccins van het merk Pfizer, Moderna en Oxford-AstraZeneca. De Nederlandse en de Europese gemeenschap die kijkt ook uit naar het vaccin, de goedkeuring. Maar het hangt allemaal af van de goedkeuring van de gezaghebbende instituten in de wereld, zoals de FDA, de CDC, de WHO. Dat zijn allemaal instituten die pas als die instituten goedkeuring geven, dat vele landen feitelijk over kunnen gaan tot het veilig toedienen van een vaccin. Wat betreft Suriname kan ik het volgende stellen, dat wij reeds investeringen hebben gedaan voor een vaccin. Welk vaccin, wanneer het vaccin komt en hoe, dat weten we nog niet. Maar we weten wel dat die tijd steeds dichterbij komt. En de datum dat het dichterbij komt, komt
is ook, dat is ook zo. Wat we hebben is nu dat we hebben meegedaan aan het initiatief van de PAHO en het COVAX initiatief, waar alle landen eigenlijk een gezamenlijke investering doen, zodat we in zijn totaliteit een redelijk aantal doses gaan kunnen kopen. U begrijpt wat er gaat gebeuren als het vaccin uitgerold wordt, dat er een rush gaat ontstaan internationaal. En in de handel is het bekend dat wanneer je een kleine speler bent op de markt, dat je genoegen gaat moeten nemen met één, heel lange wachttijden. Maar ook zal de prijs heel hoog zijn voor het kleine aantal dat wij als land van 600.000 personen nodig hebben. Je praat over een Nederland met 16 miljoen. Je praat over een India met 1 miljard, 1,2 miljard. Met een 600.000 is het voor de farmaceut niet interessant om voor jou te gaan produceren. En als het ook produceren, gaat het heel hoog, gaat de prijs heel hoog zijn. Dus wij hebben dan in het COVAX-initiatief een bijdrage geleverd, een down payment gedaan. En wij zijn wel verzekerd, dat kan ik u garanderen wel, wij zijn wel verzekerd van een veilig vaccin zodra die goedgekeurd is. En Suriname zal daar dan in de gelegenheid gesteld worden om op de korte termijn te beschikken over het vaccin. Laat het duidelijk zijn dat een vaccin niet de oplossing is. Een vaccin geeft nog niet het recht om zonder mondkap rond te lopen. Omdat voordat het vaccin wordt toegediend aan het grootste gedeelte van de gemeenschap, zijn we zeker een jaar verder. En we hebben het nog niet, we hebben ook nog geen vaccin. Wanneer een vaccin wordt toegediend aan iemand, dat betekent dat die persoon immuniteit gaat opbouwen. Weerstand gaat opbouwen tegen het virus. Dus de persoon is wel beschermd. Maar als een heel klein deel van de gemeenschap slechts beschermd is, betekent dat dat COVID voor de overige personen die onbeschermd zijn nog steeds een ernstig gezondheidsprobleem en risico vormen. Dus ik roep een ieder op om nog steeds je vast te houden aan die drie bekende maatregelen. Dat is een mondneuskap op, je handen te wassen en afstand te houden. Dat is de enige manier hoe je jezelf op dit moment, terwijl we nog geen vaccin hebben, te beschermen. Anders kan het niet. Het virus heeft een bepaalde wijze van besmetting. Het virus kijkt niet naar een persoon of een... Het heeft gewoon te maken met een standaard. Als u in de omgeving bent van iemand die COVID heeft en de persoon is ziek, heeft klachten, dan wordt het virus overgedragen naar een andere via de lucht. En daarom zeggen wij, een mondkap is al een basale bescherming. Was je je handen nog, verminder je de kans dat je iemand besmet. En hou je afstand, is het risico dat het virus op je terechtkomt en je dat inademt veel kleiner. Dus een vaccin is natuurlijk goed. Een vaccin geeft garantie dat je niet besmet raakt meer. En dat je veilig over de wereld kan reizen. Maar het is veel beter, zoals ik het heb geleerd in de geneeskunde, voorkomen is beter dan genezen. Dus voor nu is het echt wel voorkomen door je basismaatregelen te nemen. En voor de evenementensector is er goed nieuws. De protocollen voor het organiseren van outdoor evenementen zijn vanaf gisteren te vinden op de website van het BOG. In het journaal van maandag laten we de instanties aan het woord over de protocollen. Goed nieuws dus. We hebben nu protocollen uitgeschreven voor outdoor evenementen. Maar dat betekent dus niet dat we erop los mogen gaan feesten. Het is en blijft nog steeds belangrijk dat als u op plekken komt waar er veel mensen zijn, dat u de sociale afstand bewaart en zeker niet te vergeten ook uw mond-neusbedekking opzet. Handen desinfecteren, dat blijft voor nu nog even een feit. Voor ons zit het erop wat deze editie betreft van het COVID-19-journaal. Goedenavond.